Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. We zijn vandaag in de Europese hoofdstad. Ik sta op een camping vlakbij, campingclub Brussels. En mijn idee was dat wij vandaag even de stad Brussel gaan verkennen. Ik zou zeggen, gaan we mee. Nou, we zijn bij Brussel Centraal en we gaan vanaf hier eens even beginnen. En ik hoop dat dit een hele mooie run wordt. Kijk maar mee. Thank you.
Nou, gaat er lekker aan toe. 2 kilometer. Het is wel wat heuvelachtiger dan het platte Noord-Nederland waar ik vaak doorheen banje. Maar prachtig om al die gebouwen te zien. Ik vind het toch een mooi stadje eigenlijk. Nou, zullen we eens even kijken wat we nog meer allemaal tegen gaan komen. Maar wat een gebouwen. Het is wel een genot voor het oog. Nou, in ieder geval, tot zometeen maar weer. We'll be right back.
zijn alweer precies 5 kilometer onderweg. En al vele mooie dingetjes gezien. Ik ga straks eens even een beetje pinpointen waar het Brussel Centraal ook alweer ongeveer is. Maar aangaande vorige video's weet je hoe Jompie daarin is. Huh? Ik ren gewoon als een wezenloze door een onbekende stad. En ja, ik zal wel weer eens verdwaald zijn. Maar we rennen nog even een paar mooie gebouwen voorbij. En ik zie jullie zo alweer. Tot zo! Thank you.
Nou, loopt hier een mooi stijl omhoog. En ik denk dat ik ongeveer ergens bij de Grote Markt ben. En laat dat nou net vlakbij het Centraal Station zijn. Ik ga nog even verder zoeken. En nou, zo gauw ik daar ben, gaan we weer terug naar de camping. En komen we even met het eindwoord. Zoals gewoonlijk. Tot straks.
Nou, dit was ook wel een mooi plekje om te stappen. Dit is het Parijs van België. Het is een genot om dit te zien. Ik zal je even een stukje laten zien. En hier een prachtig mooi beeld. Nou, hoe wil je nog liever stappen dan met zulke mooie, wederom, cultuur? Ik zeg jongens, tot op de camping. Ik ga het station weer opzoeken en ik spreek jullie straks. Tot zo! Zo, we zijn weer terug op de camping. Het was een heerlijke run. Dwars door Brussel heen, midden in het centrum. En nou, ik heb behoorlijk genoten van deze run. Het zag er echt mooi uit allemaal. De volgende run wordt vlakbij Marquise, boven in Frankrijk. En ik hoop dat jullie er dan weer bij zijn. Ik ga nog even lekker van de rust op de camping genieten. En tot de volgende keer. Proost!